ben Edwin Jonker en ik speel het beest in Beauty and the Beast. Ik kom uit de bus, ik eet een hapje en dan ga ik eigenlijk direct de make-up in. En ik hoef ook geen physical te doen, want zodra ik dat pak aan heb, dan binnen 10 minuten is het 40 graden. Dus dan is mijn hele lijf en stem is opgewarmd. Ik ben ongeveer 1,5 uur bezig om me klaar te maken voor de show. Dat houdt in dat ik 1 uur in de make-up zit en ongeveer 1,5 uur met kleding bezig ben. We begonnen 1,5 uur met de make-up, dat is nu teruggebracht naar 1 uur. En wat natuurlijk helemaal leuk is, als ik 2 shows per dag heb, dan moet ik ook 2 keer in de make-up. Dus want ik verander natuurlijk als prins. En dan moet ik eigenlijk, ja, 1,5 uur na het einde van de eerste show, moet ik eigenlijk weer in de make-up in. Ik kom binnen, ik ga zitten in een stoel en wat ze het eerste doen is op de plekken waar ik lijm krijg, dan doen ze wat alcohol om het vetvrij te maken. Vervolgens doen ze een beschermende laag op, dat heet Derma Plus. En dan, dan krijg ik lijm. Het is speciale gezichtslijm, best wel heftig. En daar worden de appliances mee vastgemaakt. Dus ik krijg een bredere kaak, een bredere kin. Mijn neus wordt volgesmeerd met lijm, daar komt de neus op. Later ook wenkbrauwen. En dan ben je aan een heel eind. Als einde krijg ik ook nog, ja, nou, het zijn geen tandjes, het zijn eigenlijk best wel tanden. Die worden met lijm ook bevestigd in mijn neplip, in mijn appliance lip. In het begin had ik wel een beetje een lamme kaak, merkte ik. Het is alsof je de hele avond op wijngums hebt gekauwd. Zo voelt het een beetje. In de loop van de show wordt het ook wat elastischer, dus het beweegt eigenlijk wel goed mee. Maar je hebt wel altijd een tegendruk. Het beest is eigenlijk een tragisch figuur. Het is een gekwelde man die spijt heeft, die boos is, die schaamte heeft. Hij heeft ooit een fout gemaakt toen hij jong was. Daar heeft hij een hele hoge prijs voor moeten betalen in de vorm van een vloek. En die draagt hij eigenlijk zijn hele leven met hem mee. Hij is eigenlijk aan het sterven, hij is eigenlijk aan het doodgaan. Elk blaadje dat valt is een stap dichter bij de dood. De roos is eigenlijk zijn ziel. Wat ik van mezelf herken in het beest is de ongeduld die hij heeft. Ik ben ook ongeduldig. En als mensen die ongeduldig zijn, kunnen een beetje grillig zijn. Die kunnen uit het niets kunnen ze ineens heel erg van, oké, nou, nu is het genoeg. Capegrien beleef ik als een vrij essentieel punt op de dag. Het is namelijk een moment waar ik ook even kan rusten. Waar ik ook een bepaalde concentratie kan opbrengen voor mijn rol. En ik heb de make-up ook echt nodig om me het beest te voelen. Omdat je ook echt daadwerkelijk je anders voelt van binnen dan hoe je eruit ziet. En dat is eigenlijk waar de voorstelling over gaat. Toen ik voor het eerst alles op mijn gezicht kreeg, was ik best wel verbaasd. Ook verbaasd op de eerste plaats de vakmanschap van de mensen die het doen. Dat je überhaupt zo op die manier kan laten transformeren, dat is gewoon bizar. Het is echt een kunst en ook echt een ambacht. Dit is eigenlijk mijn 2e keer dat ik in een Disney-productie zit. En wat me wel opvalt is dat de karakters van Disney altijd wel een bepaald moraal hebben. Het is altijd wel met een bepaalde boodschap over het beest. Dat hij inderdaad dat schoonheid van binnen zit. En dat vind ik wel, los van de muziek natuurlijk, is dat wel typisch Disney. Wat heel fijn is om mee te spelen. Want als acteur kan je dat weer gebruiken om de rol voor jezelf interessant te maken. Het mooiste moment uit de show vind ik. Er zijn een paar momenten eigenlijk. Op het moment dat je de vloer niet ziet, dat er overal rook is en dat die wolven er doorheen komen met die ogen, dat vind ik een mooi moment. En ook een mooi moment tijdens mijn nummer, de pauzefinale, dat alles begint te bewegen en dat de muren eigenlijk op je afkomen. En voor de rest heb ik eigenlijk, ik heb de show nog niet gezien, hè. Dus het is heel moeilijk om te bepalen hoe het eruit ziet. De kleedkamer is best wel belangrijk voor mij. Ik denk wel voor ieder acteur. Omdat het is een plek waar je eventjes alleen kan zijn, waar je je concentratie kan vinden.
Maar dit is eigenlijk de eerste productie waar ik bijna nooit in mijn kleedkamer zit. En dat komt door de lange tijd die ik in de make-up zit. Eigenlijk is de plek waar mijn make-up wordt gedaan, is eigenlijk mijn kleedkamer. Daar zit ik het meest. Want in de pauze moet ik eigenlijk weer terug naar de make-up om bijgewerkt te worden. Dus zit ik ook niet in mijn kleedkamer. Dus ik mis mijn kleedkamer heel erg. Ik vond de repetitieperiode vond ik echt heel fijn. Zowel met Anouk als met Armand als met Tony. Dat was echt... we hebben van elke scène iets geprobeerd te maken waar we allemaal ons ei in kwijt konden. Waar we allemaal ons konden vinden. Dus dat is fijn. En dan weet je gelijk ook dat je met fijne mensen te maken hebt. Als ik met make-up en mijn pruik naar boven loop, mijn kleding aandoe en dan eigenlijk als een soort Elvis moment krijg ik mijn leren cape over mijn schouders. En dan is wel het moment dat ik af ben en dan voel ik me ook echt wel het beest, ja. De sfeer in de groep is heel goed en dat kon ik eigenlijk al merken bij de repetitieperiode. In die periode merk je vaak met wat voor mensen je moet werken, omdat je dan ga je iets creëren en dan ga je iets bouwen. En dat gaat alleen maar goed als je elkaar ook wat gunt, als je naar elkaar luistert, als je met elkaar bezig bent. Als acteur speel je heel veel met je mimiek en dat wordt nu minder omdat je appliance op hebt. Je hebt een andere neus, een andere kaak. Dus je moet eigenlijk door je masker heen spelen. Je moet eigenlijk door een muur heen spelen. En dat doe je door je stem. En dat is wel een belasting. Maar ja, het is een heel andere manier van acteren. En het is, ik moet zeggen, dat is heel uitdagend. Ik vind het leuk. Het is zwaar, maar het is wel een van de leukste rollen die ik heb mogen spelen. Het beest.